Stemmen nu over het amendement nummer 9, ingediend door de beide heren na indiening van het verslag. Begin van de stemming. Einde van de stemmenrichtingen. Heeft iedereen gestemd? Einde van de stemmenrichtingen. 99 leden deelgenomen. 99 ja, geen nee, geen onthoudingen. Dien de gevolgen is dit amendement goedgekeurd. Meneer De Kort. Ja, voorzitter. Allee, ik denk dat er enige verwarring is bij iedereen hier eigenlijk omtrent hetgeen wat eigenlijk ter voorkeur, ter goedkeuring voorlag. En ik vraag nog eens daarom. Ja, dames en heren, ik heb heel duidelijk medegedeeld. We hebben eerst gestemd over amendement. Er waren twee amendementen ingediend. Ja, ik ben ze nu kwijt. Ja, wel, ik denk dat niet. We hebben eerst over amendement nummer 8, dat heeft u afgewezen. Dan hebben we over artikel 6 gestemd, dat heeft u goedgekeurd. Dan hebben we gestemd over amendement nummer 9, dat heeft u allemaal goedgekeurd. Ja, sorry, ik kan alleen maar vaststellen dat het allemaal groen was. Nee. En dat luidt, de Vlaamse regering legt minimumtarieven vast voor de diensten van het individueel bezoldigd personenvervoer. Die kunnen verschillen. Nee. Voor de straattaxi, de standplaatstaxi, het ceremonieel vervoer en de OV-taxi, daar heeft men een ja. En dan heb ik over het feitelijk artikel gevraagd, dat heeft u ook goedgekeurd. Nee. Ik kan toch alleen maar vaststellen wat er gebeurd is. Ja, maar goed, dat was niet de bedoeling. Was dat niet de bedoeling? Dat was niet de bedoeling. Ah. Nee. Dat is heel duidelijk. Allee, daarmee. Het is nog goed dat er nog geen wakker is. Dan moet u de tweede. Dan moet u de. Nee, maar hier zou een klein beetje beter kunnen opgelet worden hier. Dan moet u de tweede lezing vragen en dan wordt de stemming uitgesteld. Voilà. Nu, vraagt u de tweede lezing? Ja, inderdaad. Oké, dan vraag ik de tweede lezing en de stemming uitgesteld. Dank u wel. In plaats van heel op dat ding zitten te tokkelen en te doen. Wat verdikke. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter. En bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.